Mark Horster versloeg met team de sterke Van Werven rijders. Een ware prestatie. Ja, ze waren dit keer met wat minder dan normaal. En super teamgenoten van mij. Ik bedoel, Ruud redt alles op kop. En Jan en Ian. We hebben perfect afgeleverd. Het was echt een teamoverwinning. Oh, ik ben helemaal kapot. Heel naar de kloten. Ik denk dat dit de manier is. Iets meer werken en iets minder vrije tijd. En je hebt een geweldige eindsprint. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ondanks het werk nog wel echt hard getraind heb met die jongens. Van de selectie en met Desley en Phil. Dus ook wel complimentjes aan hun. Heb je het anders ingedeeld? De wedstrijd? Nee, je trainingen? Ja, wat later begonnen. Maar wel harder dan normaal. En iets anders, meer krachttraining? Nee, ik doe nog geen krachttraining. Als enige van de ploeg niet. Ik wil geen dikke poten krijgen, want hou ik geen wielen meer over op de piste. Ik vind het zo wel best. Volgens mij krijg je helemaal geen dikke benen. Nou, nu niet, nee. Zolang ik niet blijf krachten, is het goed. Maar je eindsprint was er één uit een boekje. Ja, het was supergoed, maar ik werd zo mooi afgeleverd. En ik had verwacht dat Crespijn ook al een paar keer zou aangaan. Maar goed, we waren speldenprikken. En Ruud die reed perfect dicht. Crespijn zat achter je en je reed hem er op snelheid af. Ja, ik ben ook wel blij om. Ik bedoel, dat is ook een wereldklasse. Dus internationaal moet het nu ook wel goed komen op het EK, hoop ik.